Een discussie is een gesprek tussen mensen die een verschillende mening hebben over iets. Door te discussiëren probeer je je punt te maken en de ander te overtuigen van jouw mening. Bij een debat is het niet de tegenstander die je probeert te overtuigen, maar gaat het meer om een grotere kwestie of om een derde partij. Bijvoorbeeld om de kiezer tijdens een verkiezingsdebat. Een goede discussie of debat is een soort gevecht met woorden en argumenten. Met alleen roepen, ik vind dat er meer schoolfeesten moeten komen, bereik je niet zoveel. Je moet wel met goede argumenten komen. Zoals bijvoorbeeld, door meer schoolfeesten worden leerlingen enthousiaster over school en zullen ze zich harder inzetten. Bij een discussie of debat moet je je mening dus onderbouwen met argumenten. En je kunt tegenargumenten gebruiken om een ander duidelijk te maken dat zijn of haar standpunt niet klopt of dat jouw standpunt beter is. In een discussie kun je de ander waarmee je aan het discussiëren bent overtuigen van jouw mening. Het kan zijn dat jij voorstander bent van een plan van je school of van de gemeente. In een discussie kun je iemand dus overtuigen dat het anders moet. In een debat probeer je dus niet zozeer iemand te overtuigen, het gaat erom dat je het eens wordt. In de politiek wordt veel gedebatteerd. Niet alleen in verkiezingstijd, maar bijvoorbeeld ook voor een stemming over een nieuw wetsvoorstel. Bij een discussie kan het natuurlijk ook zijn dat iemand anders betere argumenten heeft dan jij en dat hij of zij jou overtuigt van een andere mening. Sta vooral bij een discussie open voor elkaar. Om te kunnen discussiëren of debatteren heb je allereerst een controversieel onderwerp nodig. Een onderwerp waar verschillende meningen over bestaan. Zo zal iedereen het eens zijn dat discriminatie niet mag. Dus daarover is het lastig discussiëren. Maar de vraag of er discriminatie bestaat, kan echter wel weer een discussie of debat oproepen. Discussiëren en debatteren kun je natuurlijk niet alleen. Je hebt altijd één of meerdere tegenstanders nodig. En zoals ik al vaker zei, je hebt goede argumenten nodig om goed te discussiëren en te debatteren. En voldoende achtergrondinformatie. Ja, je moet natuurlijk wel weten waar je over praat. En nu het makkelijkste. Tips waar je op moet letten bij discussie en debat. Ten eerste, sta bij een discussie open voor de mening van een ander. Bij een debat is het slim om juist te weten hoe je de mening van de ander kunt ombuigen. Dus probeer de argumenten van de tegenstander vooraf al te achterhalen en bestudeer ze. Heb wel respect voor elkaar. Laat de ander ook uitpraten en hou het beschaafd. Door elkaar heen schreeuwen helpt zeker in een discussie niet echt. Bij een debat soms wel, daarom gaat dat er ook vaak wat harder aan toe. Geef duidelijke argumenten en onderbouw ze ook zo goed mogelijk. Stel dat in een discussie iemand jou overtuigd heeft van zijn of haar mening, geef dat dan ook eerlijk toe. Word niet boos, dat heeft geen zin. En mocht je overtuigd worden door de argumenten van je tegenstander, dan laat je dat bij een debat nooit merken, want dan geef je je nederlaag eigenlijk al toe.
Mocht je het nog een keertje terug willen zien, druk dan gewoon nog een keer op play. Ik zie je, doei!